Nicky? Ja. Ik had al 4 dagen geen test gedaan. Ja. Dus ik heb even 1 gedaan. Waar zit daar? Zwanger? Maar kijk hoe donker die streep. Ja, maar het ziet er al dagen. Nee, maar toch niet zo donker? Wat is de streep dan? Die hele donkere. Oh. Dat is de zwangerstreep. Ik dacht de controlestreep. Sick, hè? Super schat. Doet jou echt niks, die test. Nee, jij blijft ze maar doen. Ik denk, wat verwacht je te zien? Ja, ik zit al zo lang op die echo te wachten. Moet ik af en toe even nog zien dat het echt zo is? Nou, ik had dus weer een heerlijke positieve test. Ja, het helpt mij gewoon even de tijd door. Die ik moet overbruggen tot die eerste echo. Maar goed, ik wilde even 2 lichaamsupdates geven. De eerste is dat ik echt al bij een paar broeken merk dat ze gewoon... Kijk, deze zit nu helemaal niet dicht. Dat is gewoon helemaal... Ze gaan wel dicht, maar niet comfortabel. Zeg maar, mijn buik is gewoon permanent opgeblazen. Dus dit is nu al een beetje vervelend. Mijn andere lichaamsupdate gaat over mijn borsten. Die zijn eigenlijk al vanaf de week dat ik ongesteld moest worden gevoelig. En in het begin, toen ik wist dat ik zwanger was, ook gewoon gevoelig. Maar sinds een paar dagen zijn ze echt pijnlijk. En gisteravond heb ik de fout gemaakt om een avondwandeling te maken zonder BH. Normaal heb ik de soort borsten die dat prima kunnen. Zeg maar, ik kan nooit rennen zonder BH, maar ik kan wel gewoon wandelen. Nou, dat ga ik echt niet meer doen. Want ik liep ze gewoon de hele tijd zo te dragen, zeg maar. Omdat elke stap, ik zei tegen Nick, laat me nooit meer naar buiten gaan zonder BH. Echt ontzettend pijnlijk. En ook gewoon, er mag ook gewoon niks in de buurt komen. Als ik gewoon maar zo doe, dan verga ik van de pijn. Het is echt ook met liggen en zo heel vervelend. Ik heb ook het idee dat ze iets gegroeid zijn, maar dat vind ik een beetje moeilijk te zeggen. Ik heb nu in ieder geval geen BH aan, maar zo'n bra top van Uniqlo. Maar volgens mij, voor zover ik kan voelen, is dat ja, net zo ondersteunend als een BH. Het zit ook best wel strak en goed. Ik moet wel straks fietsen, dus ik hoop niet dat ik hier dan helemaal spijt van heb. Maar ik denk dat het goed moet komen. Alleen dat met die broeken is wel echt, ik denk, ja, het is pas september. En ik kan dit allemaal pas in eind november of zo aankondigen. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Dit is de eerste dag waarop ik echt een hele slechte dag heb. Ik voel me ontzettend down en ik ben heel erg moe. En ik kan echt niks opbrengen. Ik zit wel te editen, maar het gaat gewoon allemaal heel moeizaam. Maar ja, ik vind het niet zo erg, want in mijn normale, niet zwangere leven heb ik ook wel eens een slechte dag. En ik merk dat alles zo wisselt qua hoe je je voelt, dat voor hetzelfde geld voel ik me morgen weer helemaal fantastisch. Dus ik kan het wel goed relativeren. Iets wat wel heel leuk is, is dat ik net een appje krijg van mijn ouders, die het nog niet weten. Mijn vader, die best wel vaak dingen op straat vindt, zoals koffers, die zegt, kijk eens wat ik net heb gevonden. En ook nog een doos met meubels. Oh my god. Echt een superleuk poppenhuis. Oh. Mijn moeder zegt, kijk hoe groot het is. Dus ik heb gelijk gezegd, wow, wat leuk zeg, die keuken. En ik heb nu de neiging om te zeggen van, niet zomaar weggeven alsjeblieft. Want ik denk, dit is heel leuk voor mijn kind om bij hun thuis mee te spelen. Maar ja, ik wil het gewoon nog niet verklappen. En mijn ouders en ik hebben een beetje de ongeschreven of misschien ooit afgesproken regel dat zij niet continu beginnen over hun toekomstige kleinkinderen. Volgens mij heb ik een paar jaar geleden gezegd van, ik weet dat jullie het heel erg leuk zouden vinden, maar ik hoef niet de hele tijd van, oh, voor ons kleinkind dit en dit en dit. Omdat ik dan een soort druk voel en er nog steeds geen kleinkind op komst was, zeg maar. Dus we praten daar niet echt vaak over. Maar ja, ik denk dat ze het ook niet zomaar wegdoen. Misschien dat ze het sowieso nog voorlopig even bewaren. In ieder geval tot ik het heb aangekondigd. Want dan kan ik gewoon openlijk zeggen van bewaar het. Het ziet er zo leuk uit. Het moment is daar. Ik ga, Bibi of Bob gaat voor het allereerst in bad. Nu wil ik sowieso even een disclaimer doen. Überhaupt bij alles wat ik in deze video's zeg. Ik ben natuurlijk niet een soort arts of een specialist. Maar ik dacht misschien wel interessant om even te vertellen hoe ik het doe. Want het kan dus met name in het eerste trimester best wel gevaarlijk zijn om in een te heet bad te gaan. Als je eigen lichaamstemperatuur ineens bijvoorbeeld 40 graden wordt, kan je volgens mij zelfs een miskraam krijgen. Dus ja, je moet gewoon heel erg uitkijken. Maar ik heb er best wel veel over gelezen. En wat ik eigenlijk overal zie staan,
is dat je dus gewoon heel erg moet uitkijken dat je zelf niet te heet raakt. Uit onderzoek blijkt dat je veilig 20 minuten in een warm bad van 40 graden kan zitten als je zwanger bent. Dus je eigen lichaamstemperatuur stijgt in 20 minuten niet te erg. Wil je zeker weten dat je veilig langer in bad kan zitten, zorg er dan voor dat het badwater wat kouder is. Bijvoorbeeld 37 of 38 graden, dan kan je dus zolang je wil. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen idee hoeveel graden het bad is wat ik normaal maak. Dus mijn plan is om gewoon het bad te zetten zoals ik normaal doe. Het temperatuurmetertje erin te doen en te kijken hoe heet dat eigenlijk is. En daar even mijn conclusies uit te trekken. Nou ben ik wel sowieso iemand, ik ga eerder in een iets kouder bad en dat ik het dan later nog wat heter maak. En ik kom ook nooit eigenlijk helemaal oververhit uit bad. En dat komt denk ik ook omdat ik er niet zo lang in ga. Ik doe ook vaak het raampje open en de deur open, anders krijg ik gewoon helemaal zo'n heet lijf. En dat moeten we natuurlijk absoluut voorkomen. Ik heb het gevoel dat het op deze manier gewoon veilig kan, anders zou ik het risico natuurlijk niet nemen. Dus ja, ik ga het bad maken en ik ben heel benieuwd hoe warm dus het bad is wat ik normaal gesproken maak. Geen idee. Ik doe een lekkere bubbelbar erbij. Deze heb ik gekocht van Philips. Die blijft ook drijven. En dit kan je dus ook gelijk gebruiken wanneer je baby in bad gaat. Want dan moet je ook precies de temperatuur meten. Dus volgens mij is dit ook gewoon mijn eerste baby aankoop. Ik beheers me echt heel erg om niet al leuke kleertjes of weet ik veel te kopen. Maar dat zie ik gewoon echt nog niet zitten, omdat ik nog niet genoeg vertrouwen heb. Wat ik chill vind aan deze is dat hij heel precies is. Ik zag ook een paar thermometers die dan echt zo 5 euro goedkoper waren of zo, maar die waren dan analoog. Dus dan zag je gewoon zo'n, ja, zoals bij een ouderwetse thermometer. En dat leek me toch gewoon niet zo heel precies. Dus ik heb lekker deze aangeschaft. Die leek me helemaal goed. Ik zal hem hieronder even linken. Was helemaal niet heel duur. Ik ben echt zo benieuwd, ja, hoeveel het bad wat ik normaal zet, hoeveel graden dat is. Ik ben bang toch wel echt tegen de 40 graden, dus dat ik er dan maar heel kort in kan. Maar we gaan het zien. Nou, het bad is bijna vol en tot mijn vreugde zie ik dat het 38 graden is. Dus eigenlijk is dit, ja, best wel veilig. Nou ga ik denk alsnog voor de zekerheid gewoon niet langer dan 20 minuten erin. Maar volgens mij is het best wel een lekkere temperatuur. Maar het kan zijn dat als ik er zo in ga zitten, wow, 37,9 zelfs. Het kan zijn dat als ik er zo in ga zitten dat ik dan normaal gesproken zou denken, oeh, een beetje koud, ik moet er wat heet bij. Maar nu heb ik wel een beetje een beeld van hoe warm dan een bad precies is. Want wij hebben, ja, hier kan je niet echt zien hoeveel de graden zijn, zeg maar. Nou, ik ga lekker genieten. Ik ben eruit. Toen ik erin zat, vond ik het echt te koud. Ik dacht, ja, sorry, dit doet me echt niks. Dus heb ik er heet water bij gedaan. Toen heb ik uiteindelijk in een bad van 39 graden gezeten. Dat vond ik echt perfect. En toen ben ik gewoon voor de zekerheid binnen een kwartier eruit gegaan. Dus het was chill, maar het was niet echt ontspannen. Dus ik weet niet of ik dit heel vaak ga doen, want ik was de hele tijd bezig met, oeh, is het niet warm? En oeh, hoe lang mag ik nog? Maar wie weet wen ik hier aan en maak ik dus gewoon een bad van 39 graden, zet ik een wekkertje op een kwartier. Ook een beetje zonde van het water misschien. Maar ja, ik moet even kijken wat ik hiermee moet. Maar dat water van 37 à 38 graden, ja, dan kan je net zo goed niet in bad, vind ik. Nou, vandaag ben ik een stuk minder down. Ik ben wel heel moe, maar dat is prima. Ik heb gewoon een thuiswerkdagje. Ik merk trouwens, ik ben heel benieuwd of een van jullie het hoort. Maar ik merk dat er mijn stem een heel klein beetje veranderd is. Mijn stem klinkt een beetje alsof ik de hele dag heel erg veel gepraat heb. Hij klinkt een beetje zoals toen ik nog de PABO deed en de 2 jaar na de PABO dat ik les gaf. Als ik dan de hele dag had lesgegeven, dan hoorde ik dat mijn stem een beetje op was. Zo klinkt mijn stem nu gewoon om 11 uur 's ochtends, terwijl ik ongeveer nog niet gepraat heb. En het grappige is, ik kijk natuurlijk de vlogs van Zoe Suk. En ik weet nog heel goed dat toen zij voor het eerst zwanger was en dat nog niet gezegd had, dat ik haar vlogs zat te kijken en dat het me opviel dat haar stem een beetje, ja, een beetje samengeknepen of iets lager of zo klonk dan normaal. Ik zei dan tegen Nick van, hoor je dat? En Nick hoorde dat totaal niet. Maar het was iets wat mij gewoon opviel. Ik wist toen niet dat dat een zwangerschapssymptoom kon zijn. Maar nu weet ik dat wel. En daarna had ze dus gezegd, ik ben zwanger. Toen dacht ik, oh my god, ik hoorde dat gewoon al aan haar stem. Dus ik hoop niet dat allemaal mensen nu in mijn vlogs, die ik nu eind september aan het opnemen ben, dit horen. Waarschijnlijk niet. Is denk ik gewoon iets specifieks wat mij opvalt bij mensen. Anyway, ik ben vandaag lekker aan het thuiswerken. Het gaat hartstikke goed. Mijn ouders komen straks even lunchen hier. Want ik ga lekker linzensoep maken. Dus ik zei, vinden jullie het leuk om even
op de soep te komen. En ik dacht wel ineens, sinds we er volgens mij achter zijn dat ik zwanger ben, is er hier volgens mij nog niemand geweest. Klopt dat? Nou, misschien Lisa wel of zo. Maar mijn moeder is zo'n oplettend, opmerkzaam persoon, dat ik gewoon echt even goed een rondje door het huis moet doen. Want stel, mijn moeder gooit iets in de vuilnisbak en er ligt nog een papiertje van een zwangerschapstest. Stel, mijn moeder zegt van, oh, mag ik even zien hoe de badkamer er nu uitziet? En ze ziet die badthermometer liggen. Dan weet zij gelijk hoe laat het is. Zij is gewoon, ja, dat heb ik best wel van haar. Gewoon dat bepaalde dingen je heel erg opvallen en dat je dan gelijk verbanden legt en dan weet hoe iets zit, zeg maar. Ja, dus ik ben echt als de dood dat hier gewoon een soort spoor is en dat ze dan op die manier erachter komen. Dat lijkt me gewoon heel stom. Maar ja, ik ga gewoon zo even een rondje door het huis doen en dan is er volgens mij niet zo heel veel te zien nog. Verder heb ik gisteravond een heel, heel klein beetje bloedverlies gehad en steken aan de rechterkant. Op een gegeven moment was ik er echt van overtuigd dat ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heb. Waarschijnlijk is het niks. Is het gewoon dat je baarmoeder een beetje aan het oprekken is. Dat het heel klein beetje bloedverlies kan gewoon zijn. Dat er een bloedvaatje bijvoorbeeld geknapt is. Het is allemaal best wel normaal. Maar ik maak me gewoon extreem zorgen. En hoe vrolijk ik nog was toen ik de verloskundige gebeld had. En echt dacht van, oh prima. Het is over 2,5 week. Oh mijn god, dat hou ik wel vol. Nou, ik zit nu echt gewoon af te tellen. En ik zit nu echt zo van, nog 9 nachtjes. Het voelt oneindig voordat die echo is. En ik vind dit ook echt gewoon niet zo'n leuke periode. Want niemand weet het nog. Ondertussen voel ik me wel gewoon heel moe en best wel somber. En ik ben gewoon heel erg bezorgd omdat we nog steeds die echo niet hebben gehad. Dus ik geniet er op dit moment niet erg van dat ik zwanger ben. Want ik weet niet eens of ik echt goed, normaal, gezond zwanger ben. Dus zit niet op een soort roze wolk of zo, helaas. Nou mensen, mijn tweede zwangerschapsaankoop is een feit. Ik zal het even met jullie unboxen. Ik heb namelijk tepelcreme gekocht. Ja, ik weet niet wie erop zit te wachten om te horen hoe erg mijn tepels jeuken. Maar ja, ik deel van alles over de zwangerschap, dus dit hoort er ook bij. Ik heb echt zulke jeukende tepels. Het is echt een heel erg naar gevoel. Ik zit de hele tijd een beetje te krabben. Zo, lekker plat gedrukt. Ja, ik zag dit op bol.com. Fast relief for sore nipples and dry skin. Wat is er? Relief your dry nipples. En het is ook voor als je borstvoeding geeft en last hebt van je tepels. Wel grappig, de enige twee dingen die ik nu gekocht heb, namelijk dit en dat thermometertje voor in bad, zijn allebei dingen die er ook zijn voor als de baby er is. Nou, ik ga het zo gelijk even lekker opsmeren. Jeli. Ja, lekker relieven. Het is een zalf gemaakt van slechts één ingrediënt, 100% natuurlijke lanoline. De zalf biedt snel verlichting bij pijnlijke tepels tijdens zwangerschap en borstvoeding. Kan gebruikt worden bij schrale lippen en droge of gevoelige huid bij zowel kinderen als volwassenen. Nou, handig. Ja, en verder is het vandaag vrijdag. Dus het is vandaag nog 1 dag tot de echo. En ik 1 week. Dat zei ik toch? Nee, 1 dag. Oh, was het maar zo'n feest. Nog 1 week tot de echo. Ik kan gewoon eigenlijk niet meer wachten. Ik maak me heel veel zorgen. Ik merk dat ik ook niet meer zo heel veel zin heb om te filmen. Of ik überhaupt niet zoveel zin heb in dingen. Omdat ik gewoon eigenlijk echt in een soort wachtstand ben. Dus ik probeer wel een beetje afleiding te zoeken door mijn werk en zo. Maar ik ben ook nog eens heel erg moe. En ik kan ook niet even een dag niet denken aan dat ik zwanger ben. Want ik voel het gewoon. Dus het is niet dat ik het makkelijk uit mijn hoofd kan zetten. Daar ben ik sowieso niet zo'n held in. Maar al helemaal niet. Aangezien ik gewoon continu allerlei kwaaltjes of dingetjes heb, word ik er natuurlijk gewoon steeds aan herinnerd. Terwijl Nick, die heeft denk ik misschien dat hij er soms uren niet aan denkt. Maar nee, inderdaad. Ik ben heerlijk mijn eigen leven aan het leiden. Ja, erg is dat, hè? Lekker, schat. Ja. En zelfs die dingen die ik helemaal niet heel storend vind, toch ben ik de hele dag bezig met, oeh, heb ik al te veel koffie gedronken? Of, oh, ik moet even opletten, dit of dit. Zelfs als ik even in bad wil, dan is dat ook weer iets waar ik over na moet denken. Als ik met iemand afspreek en diegene vraagt, hoe is het met je? Dan moet ik nadenken, oh ja, niet dit of dit zeggen. Ik ben er gewoon de hele tijd mee bezig. Oh, dat is super heftig, ja. Lijkt me zo'n relief als gewoon iedereen het weet. Ja, vooral voor jou. Ook als ik dan bij de horeca ben, dan kan ik gewoon zeggen, ik ben zwanger.
Inderdaad. Zit er wat in het eten? Als dat allemaal het ergste is, dan overleef ik het wel. Maar ik kan gewoon niet wachten tot het echt. Ik denk dat je wel kan zeggen dat de nesteldrang begonnen is. Klopt het hart al? Nee toch? Ja, het hart klopt sinds vorige week al. Wel opletten. Die allebei, als de ouders allebei blauwe ogen hebben, dat dan toch het kind geen blauwe ogen hoeft te krijgen. Wat hoop jij, pap? Ik heb nog nooit zulke bizarre dromen gehad. Ik heb letterlijk tranen in mijn ogen van genoten.